Dus vandaag gaan we het dus hebben over bepaalde zaken. Ik ga jullie tonen hoe dat je een last minute kan aanmaken. Hoe dat je kan werken met andere tips voor no-shows te vermijden. Zoals bijvoorbeeld werken met herinnerings-sms'jes in plaats van mails, samen met mails. Dat er ook bijvoorbeeld sms'jes gestuurd worden. Hoe kan je in Resengo je klanten die niet zijn komen opdagen of die laat geannuleerd hebben gaan registreren, zodat je ook de volgende keer weet dat die persoon niet is komen opdagen. Hoe kan je werken met voorschotten, dus de mensen een bepaald bedrag laten betalen, oftewel het hele bedrag van de behandeling, oftewel een voorschot van de behandeling, zodat er ook zeker dan niet geannuleerd wordt, of als er geannuleerd wordt, dat je zeker toch die inkomsten hebt. En ja, dat was het eigenlijk een beetje wat ik ga vertellen. Dus ik ga beginnen met te tonen hoe dat je de last minutes precies werken. Dus we zitten nu momenteel in de kalenderscherm van je Resengo-omgeving en we zitten hier te kijken naar de planning van dit sauna-complex. Dus we hebben twee sauna's, sauna 1, sauna 2 en een massageruimte. En we zien hier dat er momenteel een reservering staat om 10:30 voor de sauna en dat er ook wat last minutes staan ingepland. Dus we zien hier een last minute om 14:00 en om 5 tot 15:00 en 16:00 tot 17:00. Stel je voor dat we nu graag een last minute willen aanmaken. We gaan dat bijvoorbeeld doen voor de 27e. Kunnen we dat doen door te klikken op het uur wanneer we die last minute willen aanmaken. En dat werkt eigenlijk een beetje gelijkaardig zoals een reservering aanmaken. We gaan eerst het type selecteren. Wat voor een rugmassage willen we graag een last minute. En in plaats van een naam in te vullen, gaan we dit vinkje hier moeten aanvinken. En voilà, nu hebben we eigenlijk de mogelijkheid om een last minute aan te maken. Dus we zien hier nu de prijs voor zo'n rugmassage is €150. Maar je kan dan ook zeggen, ik ga ze een korting geven, een last minute korting. Ik kan hier zeggen €120 bijvoorbeeld. En op die manier kan je nu die reservering bevestigen hier van onder. En nu wordt er een last minute aangemaakt. Tegen een promoprijs van €120. Dus hoe gaan jullie klanten dat nu te zien krijgen? Wel, met onze floating widget is het eigenlijk heel mooi om dat te gaan bekijken. Ik ga die er even bij pakken. Dus via de floating button, dat is eigenlijk de floating button hier rechts van onder, dat is de editje dat je op je website kan laten plaatsen, kan men ook hier direct last minutes gaan inboeken. Dus als men hierop klikt, gaat je nu alle verschillende last minutes te zien krijgen, met daarnaast ook hun promoprijs. Dus we hebben die last minute toegevoegd voor de 27e, we hebben die €120 laten zijn in plaats van €150. En nu kan er hier gewoon rechtstreeks op gereserveerd worden. En op die manier kan er direct een reservering ingeboekt worden en zo ook betaald worden. Niet alleen hier gaan ze dat zien, die last minutes, maar ook als je gaat kijken naar, als je een rugmassage wilt gaan boeken voor de 27e, zie je nu ook dat hier een speciaal kleurtje komt. Dat betekent eigenlijk dat er op de 27e momenteel last minutes zijn. Dus als we hierop klikken, gaan we nu te zien krijgen dat er eigenlijk promos zijn om 9 om 10 uur. Dus als ik ga reserveren nu op die dagen, kan er eigenlijk een last minute worden toegevoegd en kan ik gaan zien van oké, ik wou eigenlijk om 2:00 komen, maar nu ga ik misschien om 11:00 komen, want dan krijg ik wel €30 korting. En zo worden die tijdsloten zeker op ingevuld. Ik krijg hier een vraag van tot hoe lang op voorhand kunnen mensen die last minute reserveren via de widget. Dat kan eigenlijk momenteel voor deze omgeving, staat dat inderdaad ingesteld dat dat niet zo lang op voorhand kan. Als we hierop klikken, kan er enkel telefonisch gedaan worden. Maar dat is een instelling die jullie zelf kunnen beheren. Jullie kunnen zelf zeggen, ik wil tot en met dat uur graag hebben dat er online gereserveerd kan worden. En dat kan je doen via beheer. Je agenda profiel, dus ik zal even nog eens trager gaan. Je agenda profiel kan je eigenlijk hier gaan instellen tot wanneer mag er online gereserveerd worden. En dat staat eigenlijk hier. Gebonden zijn aan het aantal uur voor de start van een afspraak dat er nog gereserveerd mag worden. Dat kan je dan eigenlijk op minder groot zetten als 24 uur. En op die manier kan er dan eigenlijk sneller of kan er gereserveerd worden voor de dag zelf bijvoorbeeld. Voilà. Dus die last minutes, als je teruggaat naar die agenda, naar het agendascherm hier, zien we dat die last minutes hier nu zijn. Als er dan gereserveerd wordt, wordt die last minute vervangen door een echte reservering. Maar jullie kunnen trouwens ook zelf een reservering daarop toevoegen. Stel voor je krijgt telefonisch de vraag voor een afspraak om dat uur. Kan je ook gewoon hierop klikken en kan je nu gewoon ook een persoon gaan toevoegen. Door gewoon dit af te vinken en nu de persoon hier te gaan invullen. Op die manier kan je dus ook die last minute gaan inboeken tegen die promoprijs die we hebben ingevuld. Dus op zo kan je dus ook die last minute zo gaan inboeken. Voilà.
Last minutes kunnen ook automatisch gepost worden naar je Facebook-pagina. Dat als de connectie tussen Facebook en Resengo daar is. Als die er niet is, dan ga je die even moeten aanvragen via onze helpdesk. Als die er wel is, wordt dat normaal gezien automatisch gepost, die last minutes. Als het niet wordt gedaan, opnieuw even een vraag stellen via de helpdesk. En dan kunnen wij instellen dat bepaalde last minutes automatisch gepost moeten worden naar jullie Facebookpagina. Maar dus eerst de connectie moet er zijn tussen jullie Facebookpagina en Resengo. En vervolgens moet dus ook jullie moet dus ook die instelling daar zo staan dat de last minutes gepost worden. Dus als het niet gebeurt, kan je best even gewoon een helpdesk-ticketje aanmaken en dat bekijken. Je kan ook altijd via partners, channels, kan je hier naar je Facebook gaan. En kan je hier nu zien hoe dat precies nu werkt. Voilà. Dat is een beetje de last minute. Zeker handig om te gebruiken. Je kan die delen via je Facebookpagina. Vooral ook in je reserveringswidget gaat dat heel mooi te zien zijn voor de klanten. Van oké, ik ga toch dat uur boeken. Want op dat uur krijg ik dan ook die korting natuurlijk. Hè. Dus dat is zeker ook interessant. Een andere optie om bijvoorbeeld no-shows en late annulaties eigenlijk een beetje te gaan vermijden, is om dat eigenlijk te gaan registreren in een systeem. Stel je voor dat we aan het wachten zijn op test Resengo en hij komt niet. Dan heb je eigenlijk de optie om in Resengo die ook te gaan registreren als een no-show of een late annulatie. Ja, stel je voor, hij belt mij nu op en zegt van ja, ik ga toch niet komen. Maar jullie hebben een policy dat zegt van oké, je moet wel 24 uur op voorhand annuleren, maar hij gaat toch niet kunnen komen. Kan je hier zeggen, ik wil graag dat die als late annulering wordt gezet. Die gaat nu een ander kleurtje krijgen. En het goede is de volgende keer als die persoon gaat reserveren. Hij belt ook, gaat ook morgen reserveren bijvoorbeeld. Krijgen we een historiek te zien dat die persoon deze e-mail te laat geannuleerd heeft voor bij de sauna. Dus zo ga je dat kunnen bijhouden. En als je ziet bijvoorbeeld, die persoon heeft al 6 keer late annulatie gedaan, laat geannuleerd, ja, dan kan je misschien zeggen, ja, sorry, we gaan die uurreservering annuleren, want wij willen dat liever openhouden voor iemand die iets zekerder is dat die gaat komen. Dus dat gaat dan over late annulering en dat werkt eigenlijk exact hetzelfde als je dat gaat doen voor een no-show. Dus in plaats van dan op dit icoontje te klikken, gaan we klikken op no-show. We kunnen dan ook direct een mail sturen naar die persoon waarin het staat dat hij niet is komen opdagen. Dat is eigenlijk een beleefd mailtje waar we dan gaan zeggen van oké, je bent niet komen opdagen. Dat niet zo fijn is natuurlijk. Je kan dat ook annuleren door op cancel te klikken, dan wordt er geen mail verstuurd. Voilà, rode kleur nu. Opnieuw, als we nu een reservering gaan maken op die naam, gaan we daar een melding van krijgen dat deze persoon eenmaal niet is komen komen opdagen zonder te verwittigen en dat die laatste no-show gedateerd. Je kan daar zelfs een historiek van zien. Je kan perfect opvolgen wanneer die persoon niet komen opdagen enzovoort. Dus zeker aan te raden, telkens als er een annulatie is, ga dat registreren in het systeem, zodat je de volgende keer zeker weet en dat je een goed beeld hebt van die klant. Daarom is het ook altijd belangrijk om natuurlijk zoveel mogelijk met e-mailadressen te werken als je een reservering toevoegt, zodat je ook dat heel mooi kunt tracken. En als die persoon dan nog eens online reserveert of die belt en je voegt hem manueel in, ga je direct kunnen zien, oké, die persoon is al 2-3 keer niet komen opdagen. Oké, die informatie gaan we nu gebruiken voor ja, misschien die persoon toch niet gaan accepteren of ja, andere zaken te doen die ervoor kunnen zorgen dat die persoon toch komt blijven. Een andere stap die je ook kan doen, is natuurlijk een reden waarom dat mensen die komen opdagen, kan misschien ook gewoon zijn dat ze dat vergeten zijn. We sturen natuurlijk die herinneringsmail uit, maar een mail is iets dat minder nagekeken wordt als bijvoorbeeld iets zoals een sms. Dus daarom hebben wij ook de mogelijkheid toegevoegd om sms'en te sturen. Je kan sms'en sturen met Resengo, je kan bevestigings-sms'en sturen wanneer die afspraak gemaakt wordt, maar je kan ook herinnerings-sms'en sturen wanneer de herinneringsmail verstuurd wordt. En dat kan je activeren via beheer, algemeen en dan Resengo modules. Als je daar naartoe gaat, heb je de mogelijkheid om de verschillende modules van Resengo te gaan activeren, waaronder ook SMS credits. Als we klikken op ik wens deze module graag te installeren, ga je eigenlijk wat meer informatie krijgen over die koppeling, dus over die extra module, liever gezegd. Dus SMS credits zijn eigenlijk worden per 250 stuks gefactureerd en dat is €50 voor 250 sms'jes. En je kan hier gaan kiezen dat er bijvoorbeeld een bevestiging moet gestuurd worden per sms of enkel een herinnering gestuurd worden per sms. In principe kan je ook nog gaan kiezen of je als bijvoorbeeld je zegt van ik wil enkel dat er een sms gestuurd wordt naar de mensen die
geen e-mailadres hebben ingegeven, kan je dat ook instellen, zodat je eigenlijk al mensen toch op een bepaalde manier kan bereiken en zo ook die sms'en kan versturen. Dus zeker interessant om eens te kijken, als je veel no-shows hebt, kan je dit zeker gaan activeren. Wees er wel van op bewust dat er inderdaad wel een kost per sms bij komt, maar dat kan het misschien wel opwegen tegen de kost van mensen die niet komen opdagen en die lege plekjes in jullie zaak. Een andere zaak die jullie kunnen activeren van Resingo is de creditkaartgarantie en voorschotten. Dus dat gaat eigenlijk echt specifiek over het online betalen van de afspraken. Als je hierop klikt, kan je die ook weer hier gaan activeren. We kunnen die hier gaan activeren en dan kan je die... er is ook een bepaalde kost aan verbonden, 20 euro per maand, een eenmalige kost van 200 euro. Maar met deze module kan je er wel voor zorgen dat je alle behandelingen, bepaalde behandelingen, kan laten online afbetalen. Dus als je zegt van, ik wil graag voor mijn sauna dat er gewoon geboekt kan worden, maar als er een massage geboekt wordt, wil ik graag wel dat daar ook echt online voor betaald wordt. Dat ze gewoon direct het hele bedrag betalen of een deel van het bedrag betalen. En op die manier kan dat ook gedaan worden. Ik krijg nog even een vraagje. Ja, inderdaad. Dat is nog iets dat ik zeker nog ga vermelden. Er is zeker een mogelijkheid om een verificatie van e-mail of gsm. Gsm niet, maar e-mail wel. Dus de mogelijkheid is om om in de bevestigingsmail die gestuurd wordt, of in de herinneringsmail die gestuurd wordt, dat is eigenlijk aan jullie de keuze, of beide, om daar een link in te zetten waar de klant nog eens even moet bevestigen. Dus de klant gaat dan een bevestigingsmailtje krijgen, waarin staat van, klik op deze link om je afspraak nog eens te bevestigen. Op die manier gaat die afspraak pas eigenlijk bevestigd zijn, wanneer die ook op die link geklikt heeft, zodat jij ook zeker weet, oké, die persoon is committed om echt te komen, en zo kan je ook werken met zo die extra buffer, extra zaak dat je ervoor kunt zorgen dat je toch zeker bent dat die komen opdagen. Als je daarmee wilt werken, dan moet je het even gaan aanvragen via de helpdesk. Dat is iets dat je niet zelf kan activeren. Dus even via het vraagtekentje gaan zeggen, ik wil graag werken met het herbevestigen van mijn afspraken. En op die manier kunnen wij instellen dat er een link in de mail komt waardoor de mensen op kunnen klikken. En als ze dan opgeklikt worden, dan pas wordt die reservering echt bevestigd. Ik krijg de vraag of het ook mogelijk is om een fles champagne bij die online betalingen te doen. Dat is niet mogelijk. Ik zal het zo zeggen, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld te zeggen, ik boek een sauna-arrangement en dan wil ik graag nog een fles champagne. Ik wil nog graag extra handdoeken kopen. Ik wil nog graag dit en dat. Dat is niet mogelijk. Wat wel mogelijk is om te zeggen van, we gaan een extra type toevoegen. Dus bij het selecteren van die van mijn afspraak kan je zeggen, we gaan hier in plaats van sauna-sessie, gaan we zeggen sauna-sessie plus champagne. Dat kan wel. En dan kan je aan die sauna-sessie plus champagne ook een aparte prijs koppelen. Dus een sauna-sessie is bijvoorbeeld 100 euro. Een sauna-sessie plus champagne is dan 130 euro bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. Dus op die manier kan je daar wel mee werken. Maar stel je voor dat je zegt van ja, wij willen graag 5 extra producten toevoegen. Ja, dan zouden we al heel veel combinaties moeten maken. Want dan zou je moeten zeggen sauna-sessie plus champagne. Sauna-sessie plus champagne en handdoeken. Sauna-sessie plus handdoeken. Enzovoort enzoverder. Dus dat gaat eigenlijk niet echt een goede ervaring zijn voor jullie klanten. Dus we hebben nog niet de mogelijkheid om echt naar een shop te gaan en te zeggen van ik wil dat en dat en dat hebben. Die shop kan je wel activeren via onze Shop & Go module, maar dat is dan helemaal losgekoppeld van de reserveringen. Voilà. Dus terug naar het online betalen. Dus mensen kunnen dus online een reservering gaan betalen. En hoe ziet dat er precies uit? Wel, je kan dan gewoon die betalingen gaan regelen. Dus we gaan zeggen bijvoorbeeld ik wil graag een rugmassage boeken. De 27e. We zien dan hier bijvoorbeeld al die last minutes al. Ik zeg van oké, ik wil graag die van 11 uur pakken, die korting. We vullen onze persoonlijke gegevens in, zoals ook bij jullie altijd zal gebeuren. En dan gaan we hier gewoon de mogelijkheid hebben om te gaan betalen via Visa, Mastercard, Bankcontact, Ideal. Dus op die manier kan er online betaald worden en die reservering gaat pas echt bevestigd worden wanneer die betaling ook daadwerkelijk is doorgevoerd. Dus op die manier kan je ervoor zorgen dat die persoon online gaat betalen en dan pas gaat die reservering doorkomen. Dus als die dan niet komt opdagen, ben je er zeker van, oké, we hebben toch ons geld gekregen. Dus dit is nu een totale betaling. Dit kan ook een voorschot zijn. Hè. Dus 120 euro is de hele behandeling, de rugmassage. Je kan ook zeggen, ik wil graag dat er altijd 50% op voorhand betaald wordt en nog 50% in de zaak. Dat is dus ook perfect mogelijk. Uh,
Krijg je de vraag of de online betalingen kiezen per reservatie? Dat kan je enkel doen als je het intern maakt. Als we het online laten doen, kan je niet per locatie gaan kiezen die moeten wel online betalen, die niet. Je kan wel zeggen, ik wil enkel mijn online betalingen intern doorvoeren of laten doorvoeren. En dan kan je dat wel kiezen of je al dan niet online wilt laten betalen of niet. Maar anders gaat dat niet gaan. Voilà. Dus online betalen hier activeren. Dus als we dat gaan activeren hier, gaan we een helpdesk ticketje aanmaken en gaan wij nog wat extra vragen moeten stellen aan jullie. Jullie gaan onze prijzen moeten doorgeven. Dat is wel een beetje een setupje waar we ook nog gaan doen. Maar daar, ook qua prijzen kunnen we heel ver gaan. We kunnen zeggen voor één persoon kost het €50, maar voor twee personen kost het €65. En voor één uur is het dus we kunnen daar ook heel ver in gaan om die prijzen helemaal correct in te stellen zoals jullie dat graag willen. Voilà, dat was een beetje de tips en tricks over hoe je no-shows kunt vermijden. Ik zal even recapituleren. Heel belangrijk, last minutes. Boek die last minutes in, zodat je de klant een extra trigger geeft om te gaan reserveren voor die momenten die misschien moeilijker in te boeken zijn voor jullie. Je kunt dan ook korting geven voor bepaalde momenten dat je denkt van oei, ja, een woensdagochtend is misschien niet zo populair bij ons. Ja, we zetten daar nu een last minute in, zodat dat een extra trigger geeft om toch misschien die last minute te komen. Dan kan je ook nog via sms'en gaan werken, zodat je ook nog een extra kanaal hebt om je klanten aan te spreken via sms voor een herinnering of een bevestiging te sturen, zodat ze zeker niet vergeten om te komen. Je kan je klanten altijd best gaan registreren als ze niet zijn komen opdagen, als het dan toch gebeurd is, als ze hebben een late annulatie doorgevoerd, zodat ook later je kan zien van die persoon is niet veel komen opdagen, die persoon is vaak laatst geannuleerd, oké, we gaan die reservering misschien toch niet accepteren of zo. Dus dan kan je dat zo gaan bijhouden. Je kan werken met voorschotten, dat is eigenlijk de beste manier natuurlijk om ervoor te zorgen dat iedereen komt opdagen. Ja, als je al betaald hebt, gaat je natuurlijk minder snel niet komen opdagen. En natuurlijk, als ze dan niet komen opdagen, ja, dan heb je nog altijd wel dat geld binnen, dus dan is het ook niet zo erg. Voilà, en dat zijn eigenlijk de verschillende opties die je kan hebben. Ik krijg nog de vraag, in de widget kan de knop meer magie en een andere naam krijgen. Dat kan zeker. Dus eigenlijk normaal gezien heet die knop niet meer magie, die heet normaal promoties. Wij hebben die eigenlijk in deze omgeving al gepersonaliseerd naar meer magie. Dus je kan dat perfect gaan personaliseren. Voilà, dus ik ga jullie nu de mogelijkheid geven om vragen te stellen. En op die manier kunnen we jullie vragen ook beantwoorden en hier afsluiten.